Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. De regen van afgelopen nacht is weggetrokken. Inmiddels is het enigszins opgeklaard. Dat betekent dat vanochtend een tijdje de zon kan schijnen op een heleboel plaatsen. Er zijn ook nog wel vrij veel wolken. In het zuiden kan een enkel buitje voorkomen. Voor de rest is het overwegend droog. De temperatuur stijgt naar een graad of 9, maar in de middag raakt het bewolkt en dan gaat het vanuit het zuidwesten uit regenen. En in de regen daalt de temperatuur weer naar een graad of 6. Er waait een stevige zuidwestenwind, aan zee krachtig, misschien zelfs hard, windkracht 6 of 7 en hij is behoorlijk vlagerig. Vanavond ontstaan er weer wat opklaringen, blijft ook nog wel een enkele bui mogelijk. Zoals gezegd, de temperatuur is dan teruggezakt naar een graad of 6. Morgen wordt het 8 of 9 graden. Hebben we nog steeds veel bewolking, maar in de middag schijnt misschien even de zon in het noordwesten. In de ochtend valt vooral in het zuiden wat regen, later in het binnenland een enkele bui. De wind is duidelijk wat afgenomen. Dinsdag, woensdag en donderdag blijft het enigszins wisselvallig. Op dinsdag is het op de meeste plaatsen wel droog, maar woensdag en donderdag valt er weer regen. De middagtemperatuur gaat geleidelijk aan omhoog. Op donderdag wordt het zo'n 10 tot 12 graden, af en toe waait het behoorlijk. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.